Een paar jaar geleden, Ellen, was je bij mij te gast in de talkshow. En toen had je deze meegenomen. Een replica van een clitoris. En ik moet tot mijn schaamte bekennen dat ik denk dat ik toen pas, live op tv, heb gerealiseerd wat er daadwerkelijk in mijn lichaam zit. Ik heb dat gewoon niet geweten. En ik was toen al 40. Wat is het belangrijkste, Ellen, dat je hebt ontdekt met jouw onderzoek? Ja, wat ik heb ontdekt is dat mannen en vrouwen eigenlijk helemaal niet zo verschillen op het gebied van seks. En dat de verschillen die er zijn, geen biologische verschillen zijn, maar culturele verschillen. Wat voor impact heeft dat gehad op de maatschappij? Dat we eigenlijk anders zijn gaan denken over mannelijke seksualiteit en vrouwelijke seksualiteit. Maar die boodschap moet nog wel bij het grote publiek terechtkomen. Ja, want die denkt vaak nog, mannen hebben een biologische drift. Voor hen is seks veel belangrijker. Mannen willen altijd. En vrouwen, oh, die zijn zo complex seksueel. Als je die ongelijkheid ziet, seksuele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, is het oplosbaar? Jazeker. Het is oplosbaar met meer voorlichting. De slogan van de stichting die ik heb opgericht, Seksueel Welzijn, is SWN, verandert je kijk op seks om genot en gelijkheid de norm te maken. Heb je het gevoel dat wat jij ontdekt hebt bijdraagt aan de emancipatie van vrouwen? Als ik vrouwen moet geloven die reageren op mijn boodschap, dan denk ik van wel. Ik hoor zelfs soms vrouwen zeggen, je hebt mijn leven veranderd. Ja, dat is bijzonder. Als je fantaseert, Ellen, dat jouw gedachtegoed en dat wat je hebt ontdekt gemeengoed is geworden, hoe ziet de seksuele wereld voor vrouwen en mannen er dan uit? Dan zijn mannen en vrouwen seksueel autonome wezens die goed weten wat ze willen en wat ze nodig hebben. En zijn in staat om dat op een respectvolle, liefdevolle wijze met elkaar te delen. Seks is geen handeling, maar een ervaring. Seks is met genegenheid gedeeld, genot onder gelijken. Dat is wat seks is.